Yo mensen, Riley Game hier, zijn ook een nieuwe G5 video. Vandaag gaat het me over het onderwerp hebben, dat is natuurlijk de Nederlandse community. Heel veel mensen weten niet hoe de Nederlandse community in elkaar zit. En ik ga het nou gewoon heel doodleuk aan je vertellen. Alles wat ik zeg in deze video is waar. Het zijn feiten, het is geen mening, het zijn feiten. Dus ga niet in de comments zeggen, het is niet waar, want... ja, het is gewoon allemaal waar wat ik ga zeggen. Dus in ieder geval geniet ervan. Laat vast een like achter. En dan gaan we natuurlijk beginnen. En dan gaan we natuurlijk eerst over de gemiddelde leeftijd hebben. Van de community. Van Nederland. En wat jullie nou denken, wat is de gemiddelde leeftijd? De gemiddelde leeftijd van de community van Nederland is ongeveer... nou, zou het zijn... 10 à 14 jaar. Dus wat ga je nou krijgen? Heel simpel. 10 en 14-jarigen begrijpen grapjes van 18-jarigen meestal niet. Er zijn uitzonderingen bij. Maar meestal begrijpen ze hem niet. Dan ga je krijgen dat YouTubers die... hoe moet ik zeggen? YouTubers die... die ouderlijke grapjes maken groeien minder snel. Omdat de Nederlandse community... meer een deel bestaat uit 10 en 14-jarigen. En dat is waar wat ik nou zeg. Het is echt waar. Dan ga ik even een voorbeeld van nemen. Ik neem een voorbeeld tussen Paul en Jaraski. Dus de King en Jaraski. De King maakt heel vaak 18 plus filmpjes. En hij heeft heel veel van die seks filmpjes. Waar ik over heb natuurlijk. Q&A. Waar een merendeel van die vragen al voor in komen. Van die grapjes waar hij doet. Jaraski doet het niet. Dat is niet erg. Ik doe het ook niet, daar niet van. Maar dan zie je wel wie er sneller groeit. Jaraski groeit sneller dan de King. Reden? Omdat 10 en 14-jarigen begrijpen niet de grapjes van Paul. Terwijl 3 jaar geleden was het helemaal andersom. Dus Paul groeide een paar jaar geleden veel beter als Jaraski. Nou is het andersom, omdat de community merendeel bestaat uit 10 en 14-jarigen. En dat is jammer. Dat is echt jammer. Een paar jaar geleden was het gewoon gelijk eigenlijk. Zeg maar qua leeftijden dan, hè. Maar nu is dat totaal anders. Als je kijkt in de reacties van mensen, bijvoorbeeld bij Paul. Moet je maar doen, kijk zometeen maar bij de reacties bij Paul. En dan moet je met de woorden een beetje kijken van wat voor leeftijd ze zijn, hè. Dat ze allemaal zeggen. En dan moet je zo meteen aan die reactie van Jaraski kijken. Bijvoorbeeld, heel veel mensen zeggen ook van... bijvoorbeeld Dennis Wees, ken je vast ook wel. Dat is ongeveer zelfs als Jaraski. Bij Dennis Wees staat wel eens een reactie van... wil je mij in de livestream feliciteren, want ik word dan 10 jaar. Hij wordt 10 jaar. Hij is op hem geabonneerd. Zulke reacties zie je nooit bij Paul. Dus het is een feit wat ik nou vertel. En het is eigenlijk jammer, want... de King, zeg maar, is Paul dus. Die doet ook ontzettend zijn best. Jaraski ook, natuurlijk. Maar Jaraski heeft toevallig het geluk dat... merendeel van 10 en 14 jaar op hem abonneren. Het kan natuurlijk ook andersom zijn. En dat is natuurlijk voor Jaraski jammer. Dus het is wel een beetje balen op dit moment. Dus eigenlijk moet je wachten tot over 4 jaar. En hoop dat die 10, 14-jarigen 14 en 18 zijn. Dat het allemaal weer een beetje anders gaat worden. Dat het allemaal weer een beetje gelijk wordt. Dus laat even jullie mening achter wat jullie van de community van Nederland vinden. Ik vind het op dit moment slecht. Jullie merken, kijk, als je gewoon video's kijkt, merk je er niks van. Maar als je YouTuber bent, dan merk je er juist wel van. Dus... ja, je moet maar even een mening achterlaten bij zelf ook een YouTuber. Dan weet je waarschijnlijk wat ik bedoel. Als je een grotere wat bent, dat je over 100 abonnees zit of zo, weet je op zich wel wat ik bedoel. Dus laat een mening achter wat jullie ervan vinden. Dat was het eigenlijk wel. Dat was wat ik wil zeggen over deze community. En misschien komt er vandaag of morgen een video online over een uploadschema. Ga gewoon nog even over nadenken of we dat gaan doen. Want dat is op zich wel handig eigenlijk.
Dus denk ook maar een mening over het schema en over deze community. En een van mensen, laat een like achter. Ik rijd deze koe even aan. En deze koe. Wacht even, ik ga koeien aanrijden. Moment. Zeg, dit zijn nu koeien. Oké, okay, wacht, moment. We gaan koeien aanrijden. We gaan polen. Oh mijn god, ik ben scheef. Wacht even. We gaan koeien aanrijden. Oké, okay. Nog een keer. Nee, kom hier koe. Kom hier koe. Nog een koe. Kom op, nog een koe. Ja, nog een koe. Dan nog meer koeien. Oh mijn god, dit is vet. Ik ga koeien aanrijden. Wacht, dit is leuk. Dit is echt zo leuk. Wacht, moet je ook proberen. Echt leuk. Maar in ieder geval mensen, laat een like achter. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Oude, hè?